hip hop. Hey, let's move! Hip hop, hip hop, hip hop, hip. It's bigger than hip hop. Hip-hop is something you live. So, echte hip-hop in je smoel. Echte hip-hop in je smoel. Come on. Yeah. Kijk, ja, we wilden gewoon weer een nieuw album droppen. Gewoon eigenlijk nog harder dan het eerste. Gewoon qua producties sowieso. Dus dat de beats nog meer gingen blazen. En dopere samples sowieso. Textueel ook gewoon beter. En dat is ja, op zich wel gelukt, vind ik, sowieso. Ja. Negatief Beeld was meer een collectie van tracks die we gemaakt hebben. Zo van, geef die kids even iets dat ze weten, dit zijn wij. En dit album is gewoon ook echt de tracks zijn gemaakt voor het album. Het is niet dat we gewoon maar een track hebben gemaakt van, we kijken wel. Het is gewoon allemaal gericht naar deze cd. Sowieso zijn we veel bezig geweest in die tijd met, gewoon met producties vooral. Gewoon, we maken allebei beats. En het is gewoon heel veel, ja... beats maken. We motiveren elkaar ook ja. Op alle aspecten. En je hebt ook maar. Niet zo snel heb je echt gewoon een vette beat gemaakt of zo. Je bent echt gewoon ja, dagen ben je aan het zoeken naar samples en zo. En ja, naar nieuwe drums en zo en dat soort dingen. En daar ben je gewoon ja, heel veel mee bezig en zo. En je gaat een hele selectie maken met beats. En ja, je gaat veel proberen, ook met je stem een beetje, hè, met opnemen. En je gaat kijken op welke manier het nog vetter kan en zo. Dus we hebben er echt wel het beste uitgehaald in die tijd, zeg maar. Ja. Heb je mooi voor? Ja, ja. Mensen die CD gecheckt hebben, zullen waarschijnlijk denken, oké, zo kan het dus ook nog. Zo van, je hoort de laatste tijd veel bullshit CD's, dat is mijn mening althans. En echt die harde, rauwe 90-stijl wordt amper nog gedaan. En als mensen dit checken, hebben ze zoiets van, oké, ook 2008 toch nog even vette ja. Boom-bap. Ja, en voornamelijk ook de stijl wat we hebben is ook een beetje echt Amerikaans, zeg maar. Dus ja, als je kijkt naar wat wij relaxed vinden, is echt gewoon ja, oude shit van Wu-Tang, Jedi Mind Tricks vooral. Daar is ook een beetje echt, daar is het ook een beetje, ja, daar lijkt het veel op. En dat is ook onze bedoeling wel, dezelfde sound een beetje te creëren wel. Maar ook ja. Toch wel het echte KGV-soundje erin. Come on. Yeah. Ja, de reden dat we sowieso het album ook wilden persen. Is ook gewoon voornamelijk voor onszelf gewoon. We hebben zelfs iets van, we zijn trots op die shit die we maken. En het is gewoon vreed om het gewoon echt gewoon gedrukt en wel op een cd te hebben. En sowieso, ja, het aantal wat we hebben laten drukken. Is ook gewoon voor de liefhebber, voor de collectors, zeg maar. Echt die, ja, al die albums gewoon sparen, zo weet je. Nou. De Kaars, ja, dat is eigenlijk ja, best wel een hele diepe track weer. Als je hem echt goed gaat beluisteren. Het is eigenlijk een beetje het sluit een beetje aan op de track Negatief Beeld. Het is echt een beetje een track wat ook gaat over, ja, het is heel zwaar. Dus zwaar geladen ook met bijvoorbeeld ja, drang of zo naar zelfmoordneiging en zo, dat soort dingen. En ja, echt in de put raken, weet je wel. Dat soort dingen. Dus eigenlijk bij Negatief Beeld was het ook een beetje. Deze die gaat ook nog wel iets verder wel weer. Maar ook wel weer gewoon met een lekkere banger eronder. En ja, je moet hem gewoon even een aantal keren luisteren. Misschien dat je hem dan toch wel snapt of dat je er dingen in kan vinden of ja. Zo eventueel. Als je gewoon even in een kut tijd zit of zo, weet je wel, dat soort dingen. En daar, ja, daar heeft het eigenlijk een beetje mee te maken ook wel. Ja. Yeah. Bonnetje is eigenlijk ontstaan uit de ervaringen. Al eerder hebben we een paar keer opgetreden dat of het publiek naar achteren ging vanwege de te harde knallen. En zoek het bonnetje van je speakers, KGV, blaas je boxen naar de tyfus. Dat heb ik vorige keer ook in Beensmoe gezegd van, kijk uit, blaas het niet te hard. Want het komt regelmatig voor ja. Dat de installatie gewoon kapot gaat of microfoons en zo. Ja. Dus echt serieus, was een paar weken geleden was het ja. Nog. Dus ja. In Breda Bars waren de boxen echt kapot gegaan. Ik heb afgelopen tijd ben ik bezig geweest met fotosynthese. Misschien nog onbekend, maar 15-jarig jochie uit Breda die eraan zit te komen en eigenlijk al is. EP'tje met hem gemaakt, samen met Benjo ook. Afgelopen jaar ook Kamer van Kook, samen met Telis Kamer van Kookhandel hebben we meegedaan.
Ja, Bloodline, misschien nog onbekend, uit Amerika. Is een beetje dezelfde klik als Gore-Tex en Necro en weet ik veel wat. Die komen volgend jaar met een CD uit, waar ik ook twee producties voor ga doen. Harde shit, komt eraan. Drama? Ja, Drama uit Tilburg. Die heeft nou die track met Herman van Brood. Die gaat volgend jaar ook, begin volgend jaar, een CD uitbrengen. Herman Brood. Wat zeg ik dan? Herman van Brood. Maakt niet uit. Ja, jongens, toch. Maar in ieder geval, die komt volgend jaar met de CD. Gaan we, Tails en ik, ook dingen voor doen. Ja. En nou ja, voor de rest, als er nog mensen zijn die iets hebben van... oh, die jongens zijn goed bezig. Dikke producties. En als het wederzijds is, kijk, als wij gewoon nieuw talent zien waarvan we denken, ja, oké, dat past wel in ons draadje en klinkt dope. En we hebben zoiets van, ja, we kunnen er wel mee aan de slag. En als het dan wederzijds is, weet je, dan kun je wel relaxed producties... Zo is deze. Juist, ja. Come on, yeah. Ik denk wel inderdaad dat de mensen wel zoiets hebben van, oké, relaxed, wat KGV doet, zeg maar, dat is wel, ja, wel relaxed, dat willen we ook. En dat we misschien wel een beetje, weer een deel hebben gemotiveerd daarin, hoor. Dat, ja, denk ik wel of zo, ja. Ja, maar er zijn ook zoveel, nog zoveel mensen, zoveel gasten, of misschien zelfs ook vrouwen, die gewoon bezig zijn, die nog niemand kent, zeg maar. Ik bedoel, noem bijvoorbeeld toenertijd een 0-8. Die zijn vaak ook wel het ergste, hoor. Nee, maar noem een 0-8 toenertijd. Dat is 2003, ja. Toen, niemand kende het, ik kom uit Zeeland, niemand kijkt naar Zeeland, ik kom zelf uit Zeeland. Dus ik had zoiets van, wow, zeg tegen Telus, ik zeg, check die shit, man, 0-8-4, gruwelijk. Oké, weet je, uproeken, ja, klik tegelijk, boom. Ja, later waren ze, weet je al. Ja. Dat is gewoon, de mensen durven niet openstaan voor nieuwe dingen. Of voor de dingen die andere mensen niet dope vinden, vinden hun dan ook gelijk. Nou, ga ik geen aandacht aan besteden. Terwijl het er wel is. En je gaat ook vaak krijgen en zo met mensen die willen... Die komen in één keer praten en die willen beats en zo, weet je wel. Van, ja, dope shit, heb je nog een vette beat voor mij? Ja, weet je. Daar kunnen wij ook verder niks mee. We weten niet wie hij is en stel jezelf voor. Het wat is of zo, weet je. En ja, zo werkt het ook gewoon. Dus ja. Yeah. Het album ligt inmiddels alweer in de winkel. Dus dat is ook wel weer een hele prestatie gewoon via Walbones. Ja, dus het tweede album ligt er ook weer in. Dus dat is netjes. Dus voor de mensen die hem sowieso willen.